Gaat het dan vanavond eindelijk gebeuren of zeg jij, nee, laten we wachten tot volgende week? Ik hoop vanavond natuurlijk, want ik kan niet wachten. En alle romantische gedachten die mogen van mij, die kunnen gestolen worden. Ik wil het gewoon worden. En ik hoop vanavond. Laten we even kijken naar de wedstrijd. 2-0 achter. Wat dacht je toen? Ik was wel vrij relaxed. Ik baalde wel enorm dat het plan wat we hadden niet werkte. Ook complimenten voor de GVV. Ik had ze gezien tegen de Treffers. Deze iets soortgelijks. Die blazen ze helemaal weg toen. En wij wilden eigenlijk dat gedrag, zeg maar, uitlokken. Dus we wisten dat ze 1-op-1 doorstappen. Dus we wilden met Huffel en Flores als een soort verkapte tiener, hè, dus laag. Maguire doordekken, hopelijk Willems doordekken. En dan eigenlijk het liefste vanuit positiespel. Dus derde man naar Green. En dan hem erachter leggen, Moekje naar binnen of Achie erachter. Maar dat pakte niet echt goed uit. Nee, dat kun je wel stellen, ja. We legden hem er eerst niet achter, dat is één. En twee, vanuit positiespel kozen we, zeg maar, als we lang kozen we een beetje vaak een vallend balletje. Namen zij hem over, super agressief. En vanuit positiespel leden we gewoon te vaak balverlies. En zij zijn gewoon echt een vechtmachine en een countermachine met heel veel snelheid. Niet normaal. Ja, complimenten. Eerste goal. Ik heb ook echt genoten. Ik heb net gezegd, ik moest een beetje denken. De eerste helft aan Real Madrid, Atletico Madrid. Dit was gewoon een hondengevecht. En zij maken gewoon de 1-0 vind ik vooral echt een hele goede goal. Dus dan kom je 2-0 achter. En ik was al met Jorg aan het overleggen van... En wat gaan we nou doen? Want ja, weet je wil niet je plan na 5 minuten omgooien, hè? Natuurlijk. Maar dat we wat moesten doen was duidelijk. En toen kwam Jorg met het idee, dus credits naar hem, om Flores voor Willems te zetten, zodat hij niet door kan dekken op Huffel. En wij dus en in de restverdediging beter staan. Of, en dan zijn er twee opties, of we hebben Huffel vrij, of Maguire komt naar binnen naar Huffel. Maar dat betekent weer dat Achie aan de andere kant 1-op-1 tegen Adnane zit. En dat wilden we, dus een dubbelslag, zeg maar. Hè. Ja, weet je, ik denk niet dat we de eerste helft nog ze weg gaan tikken. Dus dan maar een georganiseerde lange bal, waarbij je weet waar je wil eindigen, zeg maar. Nou, ja. Een 2-1. Ja. Dat. Precies bij Achie. Ja, dus, en die moest dan ook aan de binnenkant zitten. Ja, dan, ja, ik ga hier niet de wijsneus uithangen van, oh, dat is tactisch, dan moet je ook een beetje gelukkig. Maar wel heel lekker dat die valt, zeg maar, 2-1. Zo. En toen vond ik dat we de controle, ik zeg niet dat we... grote kansen creëren. Maar toen namen we wel de controle wat terug. Want ja, de eerste 20 minuten lagen we gewoon een paar keer helemaal open te gapen. Ja, ik vond niet eens dat je de controle na die 2-1, eigenlijk net na die 2-0 begon je die controle weer te krijgen. Want jullie waren zo fel en agressief op dat moment dat ik dacht, nu gaan ze aanzetten. En het gebeurde. Ja, zeker, zeker. En toen dacht ik zelf van, als 2-1 is met de rust, dan kan ik het nog iets duidelijker uitleggen wat het plan is. Ja, dan schiet Huffel hem behoorlijk in, weet je wel. Eerst al op de lat? Ja. Dat was trouwens ook een behoorlijke, ja, die was ik al vergeten. En die vrije bal is natuurlijk pure klasse. En de 3-2 die valt eigenlijk uit het spel wat ik je net zit te vertellen hoe we wilden starten. Zeg maar. Natuurlijk een geweldige bal vandaan, maar je weet Maguire, je denkt door. Leg hem erachter en dan heb je daar of druk, ja, of een Moekie die hem 1-op-1 en die kilt hem ook aardig. Er zijn dus wel wat momentjes geweest dat er wat spanning was. Wat geknepen billetjes. Voor mijzelf vooral de laatste 10 minuten. Omdat je weet hoe voetbal werkt, dan is er weinig tactiek meer aan. Ik zag je rennen, springen. Ja, ik heb alles gedaan om te helpen, zeg maar, wat je kan doen, langs de zijlijn. En dan weet je dat het overleven is. Daar hebben we natuurlijk ook Tobias Kleiweg voor. Dus we gingen gewoon 5-4-1 spelen. Het is wel grappig om te vertellen, we hebben geen punt verspeeld vanaf het moment dat als Kleiweg erin kwam. We hebben geen punt verspeeld, dus echt complimenten voor ook voor die jongen. Ik was sowieso echt heel trots, zelfs een beetje geëmotioneerd van het gevecht wat wij onder deze omstandigheden, en heb ik niet over het weer, maar over het moeten winnen, 2-0 achterkomen na 20 minuten en dan zo, hè, want je zegt het zelf al, want stonden we, dat vechten en dat door blijven gaan was al op 2-0 achter begonnen. Ja, fantastisch, echt. Ik kan daar, echt enorm van genieten. Ja, en dan wordt het vanavond hopelijk feesten voor jullie. Of zeg je van, dat heb je al gezegd. Maar, ja. Ik hoop, hè, wat ik zeg, gewoon zo snel mogelijk. En anders moeten we dit thuis volgende week. We hebben nog een punt nodig uit 2 wedstrijden, dat weten we. Dus. Ja, zo moet je er niet in staan. Nee, dus. Het moet gewoon 6 punten zijn. Nou, volgende week moeten wij het gewoon afmaken, dat is duidelijk. En we hebben vandaag het puntenrecord geëvenaard van Jong AZ. En daar moet er eentje boven. En dan hebben we een dubbelslag.